Het was ochtend en de juf kwam aanzetten met een doos vol oude spullen. Wow! Lag dat op de zolder, juf? Ja, en er zat ook een heel bijzonder boek in. Zou je er even een stukje uit voorlezen? Ja! Wow! Ja. 100 jaar geleden waren er kinderen die gepest werden. Ze werden zo erg gepest dat ze wraak wilden nemen. Nu vliegen ze nog steeds rond als geesten door de meesterschapen. Daar geloof ik dus echt niet in. Dat geloof ik dus helemaal niet. Nou, dat geloof je toch niet? De kinderen waren niet onder de indruk en gingen door met hun schoolwerk. Een paar weken later was het weer een normale dag. Hey, zullen we ook vragen of die groepje bij ons kan spelen? Ja, maar ik weet het eigenlijk niet, want die ene keer gingen ze ons toch pesten. Ja, je hebt gelijk. Laat ze maar eens daar zo gewoon zitten. Kijk, daar die sukkels uit onze klas. Zullen we ze pesten? Ja, goed idee. Eigenlijk mag pesten toch niet, want we zijn toch allemaal gelijk? Zullen we door de tunnel gaan? Kijk, zitten daar in de tunnel. Zullen we ze opsluiten? Ja. Ja, toch? De pestkoppen deden de andere kinderen in een buis en lieten ze er niet uit. Laat die sukkels maar gaan. Ze zijn amper waard om te pesten. Ja. Waarom pesten jullie ons? Ja, we pesten jullie Wat gebeurt hier nou? Het leek wel of de kinderen behekst waren. Nou, we pesten jullie omdat we allemaal problemen hebben. Ja, en we zijn eigenlijk onzeker. En we zijn zo jaloers op jullie. En de pestkoppen renden uit paniek weg. In de klas begonnen de kinderen die middag niets vermoedend aan hun toets. Ik wil dat het heel stil is, want jullie gaan een hele belangrijke toets maken. Terwijl ergens anders in de school de geesten een vergadering hadden. Kijk, hier heb ik een foto van alle kinderen. En dan kunnen we zien welke gepest zijn. De geesten waren druk aan het bedenken wie ze gingen teleporteren. We kunnen het. Okay. Ja, we kunnen het. Kom. Juffrouw. Ik had gezegd dat het stil moest zijn. Maar... Ja, het is ons gelukt. Yes. Nu de volgende twee. Dat zijn waarschijnlijk de pestkopgeesten. Ze bestaan dus echt. Zo, we hebben jullie alle vijf. Lekker! Oh, wat gaan jullie met ons doen? Nou, zie die panda? Dan gaan we jullie in koken. Daar zijn jullie niet te laat voor! Juf, ik wil wat zeggen. Hoor ik nou weer geluid? Ik had gezegd dat het stil moest zijn. Juffrouw, maar het is belangrijk. Maar wat is er dan? Waar zijn Dani, Haris, Jasmina, Rini en Plamedi gebleven? Maar juf, dat wou ik de hele tijd vertellen. Ik wou de hele tijd vertellen dat ze verdwenen waren. Hè? Maar het zouden toch niet de pestkopgeesten zijn? De kinderen schrokken en besloten gelijk op onderzoek uit te gaan. Al gauw vonden ze een spoor van maskers, wat hun leidde naar de geesten en pestkoppen. Ze willen ze volgens mij in de soep gaan koken. We moeten ze redden, wat moet ik doen? Meteen. Stop! Wat doen jullie? Wat doen jullie hier? Hoe hebben jullie ons gevonden? Door de sporen die jullie hebben achtergelaten. Ja. Het zijn wel kinderen die ons slecht behandelen, maar ze hebben ook geen recht om in de soeppan te gaan. Als we ze in de soep gooien, dan wordt de wereld een betere plaats. Kunnen we hier niet even over praten? Ja.
De kinderen en Geese overlegden wat ze met de pestkoppen gingen doen en kwamen er al gauw uit. Ik heb het anders voor jullie bedacht. We zullen laten zien wat er gebeurt als jullie doorgaan met pesten. In de klas vertelden de pestkop geesten hoe de toekomst eruit zou zien. Ik wil jullie in de toekomst laten kijken. Wat gezellig. Nou. Piep, 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 hoera. De kinderen zagen een toekomstbeeld van een van hun verjaardagen en waren geschokt. Hij is al 33, maar heeft helemaal geen vrienden. Maar zo wil ik niet eindigen. Dat krijg je ervan als je kinderen ongelijk behandelt. Dan eindig je alleen, dan ben je voor je 33ste dood.